Op het presidentieel paleis is Arnold Havheid vandaag beëdigd als niet-residerend, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van Suriname bij de Republiek Nicaragua. Ruwan Adjako is beëdigd als niet-buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van Suriname bij de Bolivariaanse Republiek Venezuela, met als residentie Caracas. De eedsformule is de heren voorgehouden door de directeur van Binnenlandse Zaken, waarna zij respectievelijk de eed en belofte in handen van president Desi Bouterse aflegden. De geloofsbrieven zijn de heren overhandigd door minister Ildis Polak-Beegli van Buitenlandse Zaken. President Bouterse gaf aan dat hij met voldoening wederom enkele bekwame Surinamers heeft mogen beëdigen als buitengewoon en gevolmachtigde ambassadeur. Met als voornaamste taak het behartigen van de nationale doelen. U zult naast het behartigen van de belangen van de Republiek Suriname en haar burgers in het buitenland ook activiteiten coördineren om buitenlandse investeringen te stimuleren die kunnen bijdragen aan het realiseren van de nationale ontwikkelingsdoelen. Alsmede het bevorderen van de bijdrage van de Surinamers in de diaspora aan de nationale ontwikkeling en het bevorderen van de toeristenstroom vanuit uw land van accreditatie naar Suriname. Alle mogelijkheden zullen door u moeten worden aangewend die kunnen leiden tot duurzame welvaart en welzijn. Het staatshoofd hield de beëdigde ambassadeurs verder voor dat zij diepgaande analyses zullen moeten maken van politieke en economische ontwikkelingen in hun gebied. Zij zullen deze tijdig moeten doorspelen, waardoor de regering daarop kan inspelen. Ook zullen het verdiepen en versterken van de relaties met deze landen bijdragen aan de ontwikkelingsdoelen van Suriname, zegt de president. Waarbij de samenwerkingsverbanden worden aangehaald op diverse gebieden, zoals handel, buitenlandse directe investeringen, toerisme, volksgezondheid, mijnbouw, visserij, landbouw. Specifieke aandacht dient te worden besteed aan nationale veiligheid en de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, inclusief terrorisme. President Desi Bouterse vandaag op het presidentieel paleis bij de beëdiging van Arnold Havheid en Ruwan Adjako als buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeurs van de Republiek Suriname.